Michiel, heb jij in de eerste helft wel eens gedacht van wat gebeurt hier? Want zo makkelijk had ik het nooit verwacht in Friesland, in het Abelenstra stadion. Ja, dat heb ik wel gedacht, ja. Nou ja, het was... Ja, ik schrok er een beetje van eigenlijk. Maar goed, ik had het nog nooit meegemaakt, dus... Ja, dat was wel eventjes een verrassing, maar goed. Het lag ook een beetje aan ons, omdat we gewoon goed speelden. En, ja, bijna iedere kans was een doelpunt. En ja, dat is een luxe die ik dan heb op dat moment. Ja, dat is lekker voetballen met ook een goede rol voor Gustafsson, hè? Die een goal maakt, maar ook in de assist ook bij jou erg belangrijk is. Ja, nou, hij legt me goed met zijn hoofd neer en volgens mij daarvoor ook wel. Bij Dirk doet hij het goed. En alleen maar mooi en lekker. Ja. Dan loop je weg in die eerste helft. Wat zeg je dan in de rust tegen elkaar? Want je ziet vaak ook ploegen dan minder gaan voetballen. Ja, ook bij jullie helaas. Dat is niet meer dan normaal, denk ik. In onderbewust zijn ga je toch iets minder dan in de eerste helft. En, we geven twee goals weg. Maar ja, ik vind dat ook niet eigenlijk een beetje meer dan logisch. Omdat dat gewoon... dat gebeurt gewoon... Omdat het gewoon iets minder gaat, ja. Dat is bijna niet te voorkomen, zeg je eigenlijk. Eigenlijk niet. Even over die eerste helft. Nou is dit een club waar heel veel gebeurt in de leiding van de club. Heel veel onrust. Spelers die elkaar niet weten te vinden. Pas één overwinning. Merk je ook aan zo'n tegenstander dat zij het niet weten vandaag, dat ze het niet kunnen opbrengen? Nou ja, je weet op het moment dat hun een tegenslag krijgen, dan kan het wel eens ineens snel gaan. En dat hebben we in de vorige wedstrijden bij hen ook gezien. En ja, vandaag werd het ook weer bevestigd. Ik weet niet of het invloed heeft op hun. Maar goed, je ziet wel op het moment dat het eventjes niet loopt, dat het vertrouwen bij hen weg ebt. En daar hebben we echt van geprofiteerd, zeker de eerste helft. En vandaag sta je voor de camera. Dat was twee weken geleden in Doetinchem anders, hè, toen er dat gedoe was met Ted van der Pavert. Morgen die beroepszaak. Hoe kijk je nou terug op die zondagmiddag wat daar gebeurd is? Ja, ik heb iets gedaan wat niet slim was. Dat is duidelijk. Maar goed, er gebeurde wel eens wat ergere dingen. Laten we het daar maar ophouden. Ik ga er niet heel veel over zeggen, want dat mag ik ook niet. Dus dan doe ik het ook gewoon niet. En morgen is die zaak en dan dinsdag waarschijnlijk uitslag. Maar de term slaan is overdreven, vindt ook jij gezien dit antwoord? Ja. Ja, niet terecht? Nee, dat vind ik niet. Maar goed, blijkbaar heb ik er niet zoveel over te zeggen. Nee, maar je zegt wel ook over jezelf dat het is een domme actie geweest. Ja, dat lijkt me logisch toch. Op het moment dat ik hem meer op zijn schouder duw, dan is er niks aan de hand. Maar ja, nu duw je meer in zijn gezicht en is het gelijk gewelddadig. Zie je ook wel eens andere acties op velden waarvan je denkt, dit is minimaal hetzelfde? Kwartiertje over door. Nou ja, ik zie genoeg dingen voorbij komen waarvan ik denk, die zijn wel wat erger. Maar goed, KNVB denkt daar anders over. Ja, hoe ga je die zaak volgen? Ben je daarbij morgenavond? Ja, dat moet. Je moet gewoon zelf weer een verklaring afleggen. Helaas, zeg je ook. Ja, mijn vrije avond die gaat ook weer naar de kloten, zeg maar. Zijn het ook vervelende avonden, saaie avonden? Nee, ik ga er met heel veel plezier zitten. Maar je gaat er vol in, ook daar. Ja, leuk, gezellig. Hey, maar sportief, tenslotte hierover. Reken je nog op twee wedstrijden, drie? Heb je enig idee welke kant het op gaat? Weet je, ik sta er een beetje in dat het erbij blijft. En alles wat meevalt, dat is meegenomen. Ja, dan kunnen we ook nog een laatste dingetje gaan uiten. Ook weer een cliché, maar ja, je gaat wel een aantal aardige potjes missen. Onder meer in de beker tegen Ajax. Dat moet toch pijn doen, of niet? Nou ja, dat is niet... Daar word je niet vrolijk van. Nee, dat lijkt me logisch. Dat zijn juist de leuke potjes die je graag wil spelen. Mocht ik die missen door die schorsing, dan is dat vervelend. Maar dat is wel mijn eigen schuld. Dus dan moet ik ook een beetje op de blaren zitten.